Yes, wat leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Taïna van het kanaal Live Love Travel. Ik hoop dat alles goed met jullie gaat. Vandaag heb ik dus weer een nieuwe video voor jullie. Ik deel namelijk mijn 3 favoriete reis-YouTubers. Ik ga dus 3 YouTube-kanalen met jullie delen. Ik noem het Travel YouTubers, omdat het niet helemaal vloggers zijn. De een wel, de ander deels. Dus vandaar dat ik het YouTubers even algemeen heb benoemd. Het eerste YouTube kanaal wat ik met jullie wil delen is die van Hey Nadine. Echt mega leuk. Zij heeft volgens mij 400.000 volgers op YouTube, abonnees. En zij is 11 jaar geleden begonnen. Niet als zozeer travel YouTuber, maar eerst compleet andere video's. Uiteindelijk heeft ze zich gericht op travel. Ze was klaar met de studie, ging op reis en vervolgens kwamen daar heel veel leuke video's uit. En nu is ze echt wel een travel YouTuber geworden. 11 jaar geleden begonnen al. Dus je kan wel voorstellen dat er heel wat video's van haar online staat. Ik vind het echt mega leuk om te kijken. Het geeft ook een soort van inspiratie en tips, ideeën. Echt mega leuk. Dus als je op zoek bent naar een leuke YouTuber, zou ik zeker Hey Nadine adviseren. Als tweede favoriete reis-YouTuber heb ik Travel Vlog Yves. Dit is het kanaal van Ivana. Zij begon in het Nederlands met haar channel. Vervolgens is ze overgegaan op het Engelstalige vloggen. Want zij uploadt iedere dag een travel vlog. Mega leuk. Zij heeft volgens mij tegen de 100.000 abonnees op dit moment. Ze is volgens mij al zo'n 3 jaar bezig. Ik ben toen gelijk aan het begin ben ik haar gaan volgen. Ze ging op wereldreis. Volgens mij begon ze in Bali, toen Korea, toen weer terug richting het zuiden, Thailand en vervolgens India. In India ging ze een cursus yoga volgen en op dat moment maakte ze ook op een gegeven moment de switch naar Engelstalig. Toen ben ik even een tijdje afgehaakt. Zo af en toe ga ik wel weer eens even terug naar video's van haar te kijken. Momenteel is ze voornamelijk in India. Dat is volgens mij haar favoriete land. Dus als je van India houdt, dan zou ik zeker haar kanaal adviseren om zo echt een beter beeld van dat land te krijgen. Het is een heel eerlijk persoon. Ik vind het heel prettig om naar haar te kijken en naar haar te luisteren. En haar ervaring in dat land te horen. Ze is ook heel erg fanatiek met eten filmen en daarover te kletsen. Mega leuk, dus zeker een aanrader. En als derde favoriet heb ik Fun for Louis. Dit kanaal is echt mega leuk. Het is een hele toffe gast. Heel eerlijk, of in ieder geval zo komt hij over. Hij vlogt vaak. Het zijn hele gezellige video's. Wat ik voornamelijk heel erg leuk vind is, hij heeft een relatie met Raya. Ook zij heeft haar eigen YouTube kanaal. En vaak wissel ik het een beetje af naar video's van hun beiden te kijken. En als ik één video mag adviseren, dat is de video dat Raya haar vriend Louis verrast op Bali. Hij is naar Bali vertrokken. En zij is ook die kant op gegaan zonder dat hij het weet. Nou ja, alles is vastgelegd op video. Echt een mega leuke video is dat geworden. Heel erg leuk om naar te kijken. Louis heeft ongeveer 2 miljoen abonnees. Dus dat zegt al wat. Hij is best een grote YouTuber. Hij uploadt ongeveer 2 keer in de week een nieuwe video. Volgens mij heeft hij niet vaste dagen. En de video's verschillen heel erg van elkaar qua inhoud. Soms is het gewoon meer een daily vlog-achtig iets. Andere keer is het echt meer de bestemming waar ze op dat moment zijn. Wat wordt verkend en wat wordt gedeeld in een video. Een tijdje geleden was hij in Kaapstad. Dat waren echt hele toffe video's. Zo leer je ook die stad echt wel beter kennen. Momenteel is hij in Los Angeles. Daar hebben hij en Raya een huis gekocht. Dus daar zijn ze nu druk mee. Dus daar gaan de video's ook voornamelijk over. Maar het is echt een hele toffe gast. En heel relaxed om naar te kijken. Dus als je een nieuwe YouTuber zoekt, dan is Fun for Louis zeker een aanrader. Nou, dit waren ze dan. Dit waren mijn 3 favoriete reis-YouTubers. Dit zijn zeker 3, als je van reizen houdt,
Het lijkt me logisch, want anders kijk je niet naar deze video. Maar als je dus van reizen houdt en op zoek bent naar andere YouTubers, nieuwe YouTubers, voornamelijk internationale YouTubers, dan zijn deze drie echt zeker even de moeite waard om naar te kijken. Wil je nou op de hoogte blijven van de nieuwste video's op dit kanaal? Vergeet je dan niet te abonneren. Dat kan heel makkelijk door hieronder op de rode knop te drukken. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad en graag zie ik jullie volgende week weer. Doeg!